Hallo kijkers, tof dat je kijkt en is een goed nieuwe video. Vanavond is het de finale van de Champions League. En de finale wordt gespeeld tussen Liverpool en Real Madrid. Dus een beetje dezelfde finale als in een paar jaar geleden in 2018. Toen was het ook Liverpool tegen Real Madrid en toen won Madrid. Ja, we zullen zien wie er vanavond gaat winnen. Ik ga nu al even een voorspelling doen op het spel FIFA, wie er zou winnen. Maar de finale van de Champions League is altijd wel iets speciaals. Voor deze beker gaan we spelen, het is wel een mooie beker. Ja, de belangrijkste beker in clubvoetbal, Champions League. Maar ik wil meteen beginnen met de wedstrijd. Oké, Liverpool gaat beginnen. Hier Real Madrid aan de bal. En ze gaan ze hieruit scoren. Misschien. En dat is al een heel vroeg goed doelpunt. Ik had niet verwacht dat we al zo vroeg een goal zouden krijgen. Hier zien we eens de herhaling. En Liverpool al meteen op achterstand. Door een goal van Rodrigo. Hier is Liverpool. En hier heeft Real Madrid weer de bal. En nog een kans. En nog een goal. 0-2 al. Wat een start voor Real Madrid. Liverpool heeft het nu wel heel erg moeilijk. Ik denk dat we nu al een winnaar hebben, ook al is er nog maar 10 minuten gespeeld. Ik zie Liverpool geen twee keer scoren. Hoe hier weer Rodrigo. Stel je voor dat hij nog een hat-trick maakt in deze game. Benzema, hij heeft dit jaar heeft hij echt een topseizoen, Benzema. En redding. We krijgen dus nu een hoekschop voor Real Madrid. Met nog een goede kans. En weer redding en het is nog niet gedaan. En hier hebben we allemaal Mané. En een kans voor Liverpool. En we hebben nog niet echt een goede kans gehad van Liverpool. Hopelijk maken ze er nog deze wedstrijd een paar. Hier hebben we weer Rodrigo. Wat gaat hij doen? Ja, hier Liverpool met aanval. Gaan ze scoren? Gaan ze scoren? En ze scoren! Oké, okay, is toch wel leuk. Beter voor de wedstrijd. Gewoon met de spanning. En het is nu 1-2. Nog steeds in het voordeel van Madrid, maar Liverpool komt dichterbij. Het eerste doelpunt van de wedstrijd voor Liverpool was ook eigenlijk hun eerste echt goede kans. Oké, Modric. Hier weer Rodrigo. En oh, Benzema, bijna weer mijn goal. Zo, dit was dan de eerste helft. Bal het bezit is mooi verdeeld. Nu. Start van de tweede helft. We hebben Mané met de kans. En gaan ze hier aan scoren, Liverpool. Ze hebben nog steeds de bal. Nu moeten ze klaar. Courtois heeft de bal. Oei oei, blessure. En is Benzema. Toch wel speler van het seizoen in de Champions League die nu geblesseerd raakt. Vinicius Junior. En voorzet. En Alisson heeft de bal nu in handen. Weer een kans misschien. Oh, de Courtois redt hem. Milner komt erop. En Eden Hazard komt erop. Hazard gaat dan toch een keer spelen voor Real Madrid. Vinicius Junior aan de bal. Valt in voordeel voor Real Madrid. Nog een wissel. Firmino komt erop. Vinicius Junior nog steeds. En ja, dat is simpel voor de keeper. Weer hier Vinicius Junior. En nog een hoekschop voor Madrid. Oh, en weer redding. Mooie redding. Nog 6 minuten voor reguliere speeltijd. Hier hebben we Liverpool. Maar misschien hoop ik een goal. Nee, Courtois heeft de bal. En in het over is nu voor Liverpool. Goeie bal. Mooi aan. Misschien nog een goal voor Madrid. Nee. En nog een goal. Oh, toen nog een goal. En dat was wel een mooie goal. Die is Modric die scoort. En dan is de stand nu 1-3 voor Real Madrid. En dan gaan zij de Champions League winnen. Volgens deze voorspelling. Wat een mooie binnengetrapt van Modric. Real Madrid heeft weer een Champions League nu gewonnen en dan gaan ze ook nu de beker optillen. Courtois heeft ook weer een goede wedstrijd gespeeld.
En maar één bal binnengekregen. Wel jammer voor Liverpool. Ja, Madrid was in deze wedstrijd wel iets te sterk voor hun. Het is wel een vreemd seizoen voor Madrid, want in het begin van het seizoen deden ze het niet heel erg goed. En nu gaan ze de beker optillen. Altijd leuk om te zien. En hopla. En dan wil ik je danken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Laat het dan weten in de reacties. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video dus. Doei doei.